إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد geliefde broers en zusters. De komende minuten zullen we duiken in een verhaal van iemand die jij dagelijks in jouw gebeden noemt. Van iemand die jij dagelijks in jouw gebeden bij naam noemt. Van iemand wie wij het voorbeeld eigenlijk volgen om een vijfde pilaar, een belangrijke pilaar in de islam, om deze te verwezenlijken. Wij volgen natuurlijk een profeet daarin. En we volgen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daarin. Maar we volgen ook Ibrahim alayhi salam daarin. En daarom duiken wij vandaag in het verhaal van de boezemvriend van Allah azza wa jal. Van de geliefde van Allah azza wa jal. In verschillende fragmenten uit het verhaal. En het verhaal van Ibrahim is lang en kent verschillende fases. Dus vandaag zullen wij voornamelijk stilstaan bij het fragment van hem en Ismaïl en Hajar. Dit omdat jij de komende weken en de komende periode daarmee te maken gaat hebben. Dit omdat verschillende aanbiddingsvormen de komende dagen daarmee te maken zullen hebben. Dit omdat de Hajj-periode aanbreekt en daar alles mee te maken zal hebben. Dan zul jij dit niet meer zien als standaard rituelen die jij elke jaar voorbij ziet komen. Maar misschien kun jij zelfs, als jij daar niet bent en als jij nog niet begunstigd bent om daar die plek te bezoeken, kun jij wel lering trekken uit het verhaal en alles wat daar zich afspeelt. Hoe het is ontstaan en wat jij vandaag zelfs daaruit kunt leren. We vertellen het in de vorm van het verhaal zoals eigenlijk Allah azza wa jal ons heeft opgevoed in de Koran met verhalen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook opvoeden met verhalen over datgene wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dan ook niet wist. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Ja Mohammed, wij, zegt Allah, we zullen jou de beste verhalen vertellen van zaken die jij niet weet, die voor jou zijn afgespeeld, van profeten voor jou. Hoe zijn wij tot deze verhalen gekomen? Via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla die tegen hem zegt, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Zijn deze verhalen om weer een jumu'ah mee te vullen? Zijn deze verhalen om weer de komende half uur even bezig te zijn en daarna een gebed te verrichten en te verlaten en te zeggen, ja, we hebben een verhaal gehad over Ibrahim? Nee, Allah azza wa jalla vertelt ons ook dan ook bij, لقد كان في قصصهم عبرة. In die verhalen, daar vind jij leerstellingen. Maar voor wie zijn deze leerstellingen? Wie zullen hier profijt van hebben na deze khutbah? Wie zullen hier uit deze verhalen lering trekken? Allah azza wa jal geeft jou en mij ook het antwoord. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Zij, de bezitters van verstand, zij die hun hoofden willen gebruiken, zij zullen hier profijt van hebben. De rest, de massa, zal het inderdaad weer aannemen als een verhaal van Ibrahim. Oh, leuk verhaal. Maar degene, de bezitters van verstand, ulul albab, mogen Allah azza wa jal ons toch laten behoren tot deze groep, die zal lering trekken uit de verschillende fragmenten. Het eerste gedeelte. Ibrahim alayhi salam, lang dus in het verhaal, nadat hij dus op een gegeven moment op leeftijd is, en op een gegeven moment dus ook de leeftijd heeft bereikt, de 86, voorbij de 80 jaar eigenlijk, bijna tegen de 90 jaar heeft bereikt. En nog steeds geen kind heeft, nog steeds geen nageslacht heeft. En Ummuna Sara dat ziet en die verlangen en ze ziet dat het haar niet lukt om hem kinderen te schenken. Geeft ze hem, stelt ze hem voor om Hajar dan te huwen. Hajar, een jonge meid die ze hadden gekregen, die hun van dienst was, die met hun opgroeide en uiteindelijk dus een volwassen vrouw had. En deze, Sara, die zag de verlangen van Ibrahim en zijn dua en zijn huilen en alles om een nageslag. En Sara stelde voor, is het niet voor jou? Waarom trouw je niet met Hajar? Misschien kan Allah azza wa jal jullie voorzien van kinderen. En het was dan ook zo. Zij trouwde met Hajar en kreeg inderdaad Ismaïl, alayhi salam. Natuurlijk, zoals de natuurlijke aanleg van de vrouw dan ook is,
ondanks dat zij het zelf aangaf van trauma met een tweede vrouw, was het dan wel dat zij op een gegeven moment, toen ze zag dat zij wel direct kind kreeg en natuurlijk dus een nieuw huwelijk en een nieuw leven en met een nieuw gezin daar ontstond, was het dan ook de zwakte van een vrouw dat zij inderdaad een bepaalde vorm van jaloezie in zich had. Het was niet zo zoals andere verhalen ons doen vertellen, dat Sarah zelfs Hagar wilde vermoorden en noem maar op en zo slecht was en allerlei andere dramaverhalen. Nee, de islamitische versie geeft aan dat zij inderdaad wel een bepaalde vorm van jaloezie had en dat dit wel speelde. En dat Allah azza wa jal, Allah opdracht gaf aan Ibrahim, ja Ibrahim, pak Ismaël en pak Hagar en vertrek. Jullie moeten die twee vrouwen moeten uit elkaar. De spanning wordt te groot. Dus niet Ibrahim die Sarah in de steek liet. Nee, hij bleef met haar getrouwd. Het bleef zijn vrouw. Maar hij kreeg de opdracht om te vertrekken. En dat is dan wat hij ook deed. Hij pakt Ismaël en vertrekt. En komt uiteindelijk inderdaad op de plek zoals wij die nu kennen in Mekka. Hij komt daar bij Zemzem. Zoals wij nu de plek Zemzem kennen. Maar hoe is dit ontstaan? Hij komt daar, moet je eens voorstellen. Hij is lang heeft hij gewacht op zijn kind om daar zijn oogappel. Hij heeft die nou geschonken gekregen. En om daar de tijd mee door te nemen en elke dag mee te zijn. En van te genieten en de eerste lach mee te maken. De eerste stapjes, de eerste woordjes, de eerste... De vaders onder ons die weten wat dat inhoudt. En ondanks dat, hij krijgt de opdracht van Allah azza wa jal. En hij vertrekt en komt aan. En vanaf dat moment toen hij aankwam, krijgt hij de opdracht van Allah azza wa jal. Ja Ibrahim, tijd om nu weer te vertrekken. Je moet voor een volgende opdracht ergens naartoe. Nu moet je eens voorstellen dat jij na zo lang verlangen iets hebt en daarna weer uit handen moet geven. Je wordt beproefd. Ibrahim wordt beproefd. Krijgt nu test na test. Ibrahim heeft nu eindelijk iets waar hij zo lang naar verlangde en waar jij ook naar kan verlangen. En misschien heb jij heel lang verlangd naar een bepaalde baan of naar een bepaald iets. En dat op een gegeven moment je ziet dat Allah eigenlijk tegen je zegt, ja je hebt die baan of je hebt die functie of je hebt dit. Maar nu, het is haram voor jou. Je moet er afstand van nemen. En jij dan zo lang voor hebt gewerkt en hebt gestudeerd en noem maar op. En dan komt de beproeving. Ben jij iemand die dan in staat is om te zeggen zoals Ibrahim zei. U gaf de opdracht, dat zal wel een reden hebben. Ik zoek uw tevredenheid. Pardon. Ik zoek uw tevredenheid. En ik leg me daarbij neer en vertrek. Natuurlijk laat hij een vrouw achter en laat hij een kind achter wat hem nodig heeft en richt zich dan ook tot Allah azza wa jalla, want het is een vader, het is van een mens van vlees en bloed. Hij richt zich tot Allah en zegt: Rabbana inni askantu durriyati biwadin ghayri dhi zara. O Allah, ik heb mijn gezin eigenlijk heb ik hier achtergelaten in een vallei waar helemaal geen eten of niks is. Het is in the middle of nowhere. Je kijkt zo, je ziet stenen en rotsen en woestijn. Je kijkt zo stenen, rotsen en woestijn. Onleefbaar. En wie? Niet met mensen die daar in de buurt zijn, helemaal alleen. Dat moet een vertrouwen in Allah azza wa jalla hebben. Dan moet je daar een bepaalde vorm van vertrouwen hebben dat het wel degelijk goed komt. Omdat Allah hem de opdracht heeft gegeven. Waar hij nu alleen maar nog voor doet is om hen te voorzien. Dus hij doet een extra dua bij Allah azza wa jal. Inda baytika al-muharram. Ik heb ze daar bij die gezegende plek, dat is de bayt al-muharram, heb ik ze achtergelaten. Rabbana liyuqimu s-salah. Weet u waarom ik ze ook achter heb gelaten? Moet je eens voorstellen, je laat een vrouw en kind achter in the middle of nowhere en toch laat jij ze achter en zegt tegen Allah azza wa jal, dit is al eerst omwille van u en ik laat ze achter zodat ze het gebed verrichten, zodat ze u blijven aanbidden, zodat ze naar u blijven verlangen, liyuqimu s-salah, zodat ze het gebed onderhouden. Ze blijven met u in contact. Het wordt ook een test voor hen eigenlijk dus. Subhanallah. Liyuqimu s-salah. Dat is waar ik ze voor achter heb gelaten. Ik heb ze niet achtergelaten om rijk te worden. Ik heb ze niet achtergelaten om carrière te maken. Ik heb ze niet achtergelaten om wat te voor reden dan ook. Ik heb ze achtergelaten zodat ze uw religie, u blijven aanbidden.
Het enige wat ik van u vraag, ja Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim. Wat ik van u vraag, ja Allah, laat de harten van de mensen eigenlijk zich wenden richting hen. Met andere woorden, je laat ze in the middle of nowhere, er komt niemand langs. Laat, ja Allah, en u bent de bezitter van de harten, u kunt ze doen keren. Ja Allah, laat karavaans of mensen waar dan ook langs deze weg komen om hun te helpen of te voorzien of iets te geven. Ibrahim doet deze dua. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. En voorzie ze. Ja, je kijkt, je ziet stenen, je ziet geen water, je ziet niks van leven en toch, hij doet de dua en weet en vertrouwt op Allah dat het dan wel goed komt. En die dua van Ibrahim, dat de harten, moet je eens voorstellen, Ibrahim doet het eeuwen geleden, op dat moment laat de harten van de mensen zich richting Mekka verlangen, richten. De dua van Ibrahim, geliefde broeder en zuster, heeft jou bereikt. Uqsimu billah, heeft effect op jou. De dua die hij toen deed, terwijl hij alleen was met zijn vrouw en kinderen en hij liep daar weg, heeft nu effect op jou. Want is het niet zo dat jouw hart nu, eeuwen later, in een andere samenleving, een andere samenstelling, een andere tijd, nog steeds verlangt om naar Mekka te gaan? Nog steeds verlangt om richting die plek te komen? En sterker nog, ook al ben je er vaker geweest, je hart blijft kloppen om die plek te bereiken, om langs die weg te gaan, om daar terecht te komen. De dua van Ibrahim, subhanallah, die effect heeft tot de dag van vandaag op jou. Warzuqhum, en voorzie ze. Ja, er is niks. Maar uiteindelijk kwam de dua van Ibrahim. En wat vind je daar? Op dit moment de rijkdom van de wereld, waar de wereld op draait, kwam uit de grond. Op de plek waar nu de tijara 24 uur nooit stopt. Op de plek waar de wereld eigenlijk het centrum van de wereld is op dat gebied. En eigenlijk nooit de voorziening. Er zal nooit geen water meer zijn. Er zal nooit geen rust meer zijn. De dua van Ibrahim zal voort blijven bestaan tot de dag des oordeels, subhanallah. Hij deed deze dua en liep weg. En moet je eens voorstellen dat de vrouw hem dan vraagt. Ja, Ibrahim, ga je ons hier achterlaten? En hij kan niet eens omdraaien, want je raakt misschien verzwakt door je vrouw die aan het huilen is. Je baby die je daar achterlaat, waar je zo lang naar hebt verlangd. Nee, hij loopt door en hij zal zich niet eens keren. Totdat ze op een gegeven moment zegt, Allahu amaraka bihada. Zeg mij dan maar één ding. Het enige wat ik wil weten, ja Ibrahim, is deze opdracht van Allah? Heeft Allah jou dit opgedragen? Dat is het enige moment dat Ibrahim zich tot haar richt en zegt, Bella, naam. Ja, ik zou het toch niet zelf doen. Ik ben een vader, ik ben van vlees en bloed, ik heb een hart, ik heb bloed. Dit is mijn jij en liefde en relatie en kind en een deel van mij. Welke vader zou dit zomaar doen? Het is een opdracht van Allah Azza wa Jal. Toen zei ze, als dit een opdracht is van Allah, dan zal die ons niet in de steek laten. Een leerstelling voor jou, geliefde broeder en zuster. Als jij in dit leven iets laat omwille van Allah. Als jij iets laat wat haram is omwille van Allah. Als jij van een bepaalde baan of een bepaalde partner of een bepaalde opleiding of een bepaald iets afstapt. Oprecht bent. Ja, dit is echt omwille van Allah. En om niemand anders. Niet voor mensen. Niet wat mensen zeggen. Niet wat dit zeggen of wat dat zeggen. Omwille van Allah. Weet dan dat jij het pad van Ibrahim volgt. Die zei omwille van Allah. En Hajar zei. Dan zal Allah Azza wa Jal ons dan ook niet in de steek laten. Hoe durf jij te twijfelen dan dat jij honger zult lijden? Hoe durf jij te twijfelen dat jij zo verloren zult gaan? Misschien zul je het even moeilijk hebben. Om even beproefd te worden. Of je daadwerkelijk standvastig blijft bij die beslissing. Maar je zult zeker niet in de steek worden gelaten. Luister wat zij dan begint te doen. Zij blijft achter. Hij vertrekt. Een vrouw en een baby. Een vrouw en een baby. Zij weet nu, het is een opdracht van Allah, dus hij zal ons niet in de steek laten. Het is een profeet. Ik ben de vrouw van een profeet, dus dat komt, kan zeggen van nou, ik zie je, dus dan word ik wel voorzien. Na 2 dagen raakt het eten en drinken op wat zij hadden. Na 2 dagen. En vanaf dat moment begint en zegt ze niet, ja luister, het komt wel goed. Want Ibrahim die heeft een opdracht gekregen en hij heeft dua voor ons gedaan, dus dat komt wel goed. Zij zegt niet, ik ben de vrouw van de profeet, dus ik blijf lekker achterover liggen. Het komt wel goed, het eten komt op mijn schoot.
Hajar begint actie te ondernemen. Hajar begint te lopen. Begint te lopen, gaat een berg om te kijken of er een karavaan is, of er mensen zijn, of er iets is. Ze loopt, ze rent. Ze onderneemt dus actie in jouw leven. Denk niet van dat het gewoon op jou afkomt. Onderneem actie. Ze gaat op de berg en ze doet dua. Ja, Rab, laat ons niet in de steek. Ja, Rab, voorzien ons. Ja, Rab, laat ons bereiken door mensen of wat dan ook. Ja, Rab. Ze doet de dua en moet je eens voorstellen... Zij is dus een vrouw van de profeet. Ze heeft al te horen gekregen dat ze niet in de steek wordt gelaten. Ja? De profeet heeft een dua voor haar gedaan. En toch wordt haar dua niet bij de eerste keer toen ze op de berg van Safa terechtkwam, kreeg ze niet gelijk haar antwoord. Hoe durven jij en ik dan onze hand te heffen naar Allah en te zeggen, ja, de dua is niet uitgekomen. En het dan opgeven. Als een al iemand die dat garantie al heeft gekregen en een vrouw van een profeet en een profeet het dua voor deed, daar niet werd verhoord. Misschien heb jij gesolliciteerd? Ja, niet aangenomen. Bleef zij op die berg? Nee. Zij ondernam actie, ze ging lopen en ze ging ergens anders solliciteren, bij de andere berg van Marwa. En ze gaat de berg op. En ze doet dus weer actie ondernemen. Ze stapt weer omhoog. Ze doet weer het dua. Ze gelooft in Allah, geeft zich over aan Allah. En op dat moment krijgt ze wederom niks. Op dat moment nog steeds geen baan. Op dat moment nog steeds geen tijara, geen inkomen. Op dat moment zoals jij nu verschillende keren misschien hebt aangeklopt. Misschien een bepaalde handel hebt geprobeerd en het mislukt is. En dacht nee, dan stop ik helemaal met handel. Ik stop helemaal met solliciteren. Een opleiding die je hebt geprobeerd die niet zo liep. Ik stop helemaal met mijn opleiding. Nee. Als Sarah zelfs op dat moment het niet verhoord kreeg. Bleef ze dus actie ondernemen en ging ze weer door. Weer naar de andere kant. Kijken of er weer van die kant iets komt. Nog een keer. En dit leert ons dit verhaal. Ze bleef dit doen. En ze bleef, zoals wij vandaag de dag zouden zeggen, solliciteren en esbab doen, de sebab doen. En ze ging niet liggen en denken van ja, u zal ons voorzien, dus ik wacht wel. Nee, ze bleef gaan totdat ze op een gegeven moment inderdaad bij de zesde naar de zevende keer terugkomt. En op dat moment werd ze aangenomen. Op dat moment kreeg ze datgene wat ze eigenlijk vroeg. Op dat moment niet zomaar. Jibril alayhi salam, de beste der engelen die is gestuurd. Om daar bij Ismaïl, waar Ismaïl dan zat, om daar een fontein eigenlijk uit de grond te laten komen van de van Zemzem. Zij komt terug en ziet water daar bollen wij om springen. En ze van blijdschap is ze met zichzelf aan het praten. Ze hoort het geluid en ze zegt stil. En er is niemand. En toch zegt ze stil. Ik hoor iets. Nee, stil. En ze loopt erop af. Ze ziet het. Ja, Jibril die het voor haar heeft geregeld, door Allah gestuurd. En zij ziet water en op dat moment springt ze, want water is leven. Water is datgene wat alles tot leven brengt, zoals Allah azawajal zegt. En zij zag dan ook, dit is nieuw leven. Dit is dat Allah onze smeekt, die inspanning, elke keer maar gaan en rennen en lopen en dua en sabr hebben en sabr en vertrouwen in Allah hebben. Hier na 6 keer al, en misschien na 7 keer, en was het niet na 7 keer, was ze misschien 40 keer blijven oplopen, en misschien 100 keer blijven oplopen, en misschien 1000 keer blijven oplopen, moesten jij en ik, de tawaf als wij gingen doen in Hajj, moesten wij 1000 keer op en neer lopen. Dus alhamdulillah, dat ze bij de 7e al verhoord wordt, hoef je maar 7 keer de tawaf te doen. Of 7 keer de Safa en Marwa eigenlijk te lopen. Zij loopt daarop af en ze begint het tegen te houden. Ze begint het eigenlijk dat het te begrenzen, zodat het daar eigenlijk in verzameld wordt. Dus een soort van put ervan te maken. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dan ook zei, als zij dit niet had gedaan en ze liet het gewoon het water bespringen, dan zou het dus rivieren stromen van Zemzem. Maar zij hield het beperkt en het bleef dus een bron van Zemzem. En moet je eens voorstellen dat zij dat constant probeerde tegen te houden, want het bleef maar komen. Het bleef maar komen. En dan ook zegt Zem, Zem, dus stop, stop, Zem, 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 Zem. En tot de dag van vandaag, diezelfde Zemzem wat toen uit het water kwam, daar verlangt iedereen naar. Iedereen vraagt jou als jij daar naartoe gaat, haal, breng mij alleen Zemzem. Een genezende, een helende, een gezegend water
wat daar vandaan komt, waar miljarden, miljarden, miljarden mensen in de tussentijd van drinken, meenemen, misschien zelfs meer bidons meenemen dan ze mogen, en problemen hebben daar extra voor betalen bij vliegveld en noem maar op, ruïne als je geen dingen meeneemt van Mekka, als je geen zemzem, maar de hele wereld is daar aan het pakken en pakken en pakken, en het raakt niet op tot de dag des oordeels zullen wij de zegeningen van zemzem, van haar, van Hajar op dat moment eigenlijk blijven krijgen. En moet je eens voorstellen dat je de leerstelling die je hier ook uit kunt trekken, die weg is een van de onderdelen als jij dadelijk ook in Mekka terechtkomt. Dus subhanallah, wij hebben een religie waarin een vrouw, een aanbiddingsvorm van een vrouw, ons voorbeeld is. Een vrouw die ons voor dat voordeelt en wij de mannen en man en vrouw en de wereld die moslim wordt, moet een vrouw volgen in haar aanbiddingsvorm. Hoe gezegend is deze religie wel niet? Subhanallah. Als we doorgaan, dan zien we dat in de loop der tijd natuurlijk Ibrahim alayhi salam heen en weer blijft gaan tussen Hajar en Sara en vertrekt dus helemaal naar Filistijn en komt dan terug en gaat weer en komt, gaat voor een andere opdracht, voor een aanbiddingsvorm. In de tussentijd is die water ontstaat, daar komt een karavaan aan van mensen van Hujrum. Een bepaalde stamkaravaan die ziet dus water en die weet, dit is een wonder, dit kan niet anders zijn. In the middle of nowhere laten we dan ook al haar vragen om toestemming. Ze vragen haar toestemming of zij van het water gebruik mogen maken en daar eigenlijk terecht mogen komen. En zo ontstond daar dus een gemeenschap, een groep, op een gegeven moment een dorpje, op een gegeven moment een stad en kwam er leven. Elke keer als Ibrahim terugkwam zag hij, wow, het is meer, ik heb ze met z'n tweeën achtergelaten, nu is het zelfs een groep. Gaat weer, komt terug, hé, nu is het bijna een dorp, hé, nu is het bijna een stad. Subhanallah, Ismaël werd in de tussentijd ook door deze stam, deze Arabische stam opgevoed en het Arabisch geleerd en paardrijden geleerd en hij blonk uit. In het bereiden van paard, Ismaël alayhi salam. En blonk uit in de rami. Hij was een gezegende schieter eigenlijk, zoals wij vandaag de dag zouden zeggen. Die constant in training was. Totdat hij dus op een gegeven moment, Ibrahim, op een gegeven moment terugkwam uit een van die reizen. En daar zag dat Ismaël zijn pijl was in het slijpen eigenlijk. En dan op hem afstapt. Hij tegen hem zegt, luister, ja Ibrahim, of ja, luister, ja Ismaël. Hij ging natuurlijk ook regelmatig in de tussentijd begon hij mee te nemen op die reizen. Dus hij had vaak één op één gesprekken. Vaak een lange reis met vader en zoon. Vaak het leren van geloof in Allah, overgave in Allah, vertrouwen in Allah, kreeg hij dus met de paplepel erin. Toen hij op een van de reizen terugkwam, Ibrahim, toen zal hij dus tegen hem zeggen, ja Ismaël, laten wij, ik heb nu de opdracht gekregen om het huis van Allah Azza wa Jal, dus de pilaren die daar nog waren, om die helemaal opnieuw te bouwen, de Kaaba opnieuw op te bouwen, een gebedshuis. En hij zegt, wat moet ik dan doen, o vader? Zeg het maar. Jij gaat mij helpen. Ismaël, jij verzamelt de stenen. Ik zorg dat ik ze stapel en klaarmaak met de instructies van Allah Azza wa Jal. En zo zal Ibrahim dan op een steen staan. Ismaël de stenen verzamelen. En hij zou dit bouwen. Zou de Kaaba bouwen. En de zegening en het wonder is dan ook dat Allah, dat hij op een steen stond. En constant, omdat het natuurlijk hoger werd en zij maar met z'n tweeën werden, kreeg Allah Azza wa Jal gaf hem de steun door die steen hoger te laten komen. Alsof een soort van lift om de bovenste steen erop te leggen. En weer naar beneden. Totdat de laatste hoeksteen daar ontbrak. En hij Ismaël zegt, Ismaël nog één op die hoek. De stenen waren op en Ismaël gaat een passende hoeksteen vinden. En op dat moment dat hij terugkomt, vindt hij dat die hoeksteen al is gevuld. Jibril alayhi salam is al gestuurd. Ja Ibrahim, wat kan ik voor je betekenen? Wat zoek jij? Hier deze hoeksteen die ontbreekt. Hij kreeg er een vanuit het paradijs zoals jij die nu vandaag de dag kent als al-Hajar al-Aswad. Waarvan wordt overgeleverd dat hij dus wit was, maar door de zonde van mensen eigenlijk zwart werd genoemd op een gegeven moment. Een gezegende hoek, een gezegende steen die jij, als jij daar naartoe gaat, vanaf verlangt en smeekt om op dezelfde plek eigenlijk te mogen kussen en mogen begroeten en door te gaan zoals Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gedaan. Een steen die door Jibril is gebracht, niet zomaar, maar uit het paradijs, subhanallah. Als je hart daar niet naar snakt, dan moet je Allah vragen niet om een hajj, maar om een nieuw hart als eerste. Geliefde broeders en zusters, je ziet dat die op een gegeven moment dit doet en klaar is, en dan doet hij dus zijn smeekbeden. Op die steen waar hij stond, Allah laat het een beetje verzachten, op dat moment ging hij dus doorheen. En kreeg je de voetstap.
kreeg er een voetstap op die steen. Die voetstap, als jij nu weer op Mekka bent, zie jij dus die Kaaba en zie jij dus die gouden koepel. Daarin bevindt zich de voetstap van Ibrahim alayhis salam. Daarin bevindt zich de voetstap die jij kunt zien. Daarin bevindt zich een voetstap waar achter jij twee raka'at moest bidden, zoals Allah azawajal heeft ons opgedragen. Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Laat de plek achter, de plek waar Ibrahim eigenlijk stond en naar de instructies gaf en naar de bouw deed. Dit wordt nu een gebedsplaats voor jullie. Ibrahim richt zich dan ook tot Allah met de dua en zegt: Rabbana taqabbal minna. Ja Allah, accepteer deze daad van ons. Innaka antas sami'ul alim. U bent de alwetende en de alhorende. Allah, Rabbana, waj'alna muslimayn lak. Ja Rab, wat we u vragen, laat ons, mij en mijn zoon, tot een muslimayn lak. Met andere woorden, laat ons altijd ons overgeven aan u. En laat wa min durriyatina ummatan muslimatan lak. Oké, misschien ben ik er dadelijk niet meer. Laat mijn kleinkinderen, als zij komen, dat dit niet allemaal voor niks is geweest. Dat ze dadelijk weer iets anders gaan aanbidden. Laat ze altijd zich overgeven aan u alleen. En dua die Ibrahim op dat moment doet voor zichzelf, maar ook voor de generaties na hem. Wa arina, en dan komt het. Hier, het huis is gebouwd. De moskee is klaar. Wat moet ik erin doen? Moet ik daar rondjes in gaan draaien? Moet ik daar in gaan dansen? Moet ik daarin gaan rollen? Moet ik via de muren klimmen? Ik kan het zelf verzinnen, want ik ben een profeet. Nee, bij aanbiddingsvormen stopt het en komen de instructies via Allah azza wa jal naar de profeet. Dus Ibrahim geeft dan aan: wa arina manasikana. Ik heb het gebouwd, ik ben klaar. Ja Allah, nu verwacht ik van u, hoop ik van u dat u ons leert. Wat moeten we nou precies ermee doen? Hoe moet ik bidden? Wat moet ik precies doen? Hoe moet ik hier, in? Moet ik hier bovenop? Moet ik hier rondjes ommaken? En op dat moment krijgt hij in plaats van dit antwoord een volgende opdracht. Subhanallah. En die gaan we zo meteen behandelen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Amma ba'd, geliefde broers en zusters. De volgende opdracht. Dit is niet alles, ja Ibrahim. Je krijgt een volgende test. Je bent klaar, maar die zoon van je, ja, die moet je opofferen. Laten we daar eens mee beginnen. Opofferen. De enige zoon die ik heb, die mij nu zelfs heeft geholpen en heeft gesteund in mijn duw en uitnodigt naar u en zich overgeeft aan u. Ja, in de tussentijd heb ik hem zo zelfs opgevoed. Ja, die ene zoon, die enige zoon van jou, die moet je opofferen. Ik wil zien, je vraagt om ons te laten behoren tot zij die zich overgeven aan Allah. Gelijk word jij getest. Ben je zo bereid? En hij ziet dus in zijn droom, ziet hij dus dat hij Ismaël moet opofferen. Hij moet je eens voorstellen dat je dan met je zoon even in gesprek moet gaan. Hij pakt hem en hij gaat met hem lopen. Kijk wat de Koran zegt. Toen ze een eindje gingen lopen. Hij zei, o zoon lief. Niet dit. Nee, het is een overtreffende trap. Ja, bunay is nog hogere trap van iemand nog dichter bij je brengen. Dus een koosnaam of hoe je het ook noemen wilt. Om iemand nog dichter tot je hart en zijn hart eigenlijk te openen. Lief, met liefde. Ja, bunay. Inni ara fil manami an adbahuk. O zoon. Moet je eens voorstellen, hij neemde dus mee. Kijk, pedagogische leerstelling. Als jij slecht nieuws aan je zoon wil vertellen, of jij hem een opdracht wil geven van je dochter of wat dan ook, niet gelijk bam. Bereid hem of haar voor. Zeg, hé, luister, kom even eerst naar huis. Niet aan de telefoon. Wow, ga als ik jou dit en dat, oh, je hebt wat te... Laat iemand op zijn minst eerst even, kom even naar huis, ik moet met je praten, dochter of zoon. Of we moeten eventjes een ommetje gaan maken. Even uit die situatie, die thuissituatie of die dood misschien, van misschien is haar moeder dood of haar broertje dood. Je wilt dat vertellen? Kom zoon, kom dochter, we gaan eventjes even ergens anders zitten. Je bereidt iemand voor, je komt niet bam. Ja, bunay, pedagogisch wat dat ons leert, een leerstelling, dat er altijd een vorm van liefde als eerste moet zijn voor je zoon of voor je dochter om zijn hart te openen voordat jij hem het nieuws gaat brengen. En dan zegt hij, inni ara fil manam en adbahuk. Ik heb een droom gehad en hij weet en ze weten allebei de droom van de profeten zijn werkelijkheid. Ik heb in mijn droom gezien dat ik jou moet opofferen, dat ik jou moet slachten. Subhanallah. Vond hij daarom dan een zoon die zei, maar luister, de meeste dromen zijn bedrog? Nee. Vond hij daarom, ja maar een droom, ga je een droom geloven? Of droom nog een keer, of blijf dromen?
hij vond iemand die al met de paplepel had opgevoed met overgave voor Allah. Weet je wat hij zegt? Hij zegt het antwoord van hem. Qala ya abati. Overtreffende traf van beleefdheid naar zijn vader. Ja, niet ya abi, nee ya abati. Ja, abati, if'al ma tu'umar, o mijn vader, doe wat u wilt. If'al ma turid, is er een vader die zijn oogappel, waar hij van houdt, die goed met hem is, die samen met hem is, zou willen slachten? Als hij dat had gezegd, had hij misschien nog een keuze. Nee, hij weet, dat zul jij niet willen, jij vader, als het aan jou ligt, want je bent nog een mens, een vader. Maar als het een opdracht is, dan zal er goedheid in zeggen. Dus het antwoord was dan ook, if'al ma tu'mar, doe wat u is opgedragen. Satajiduni inshallah min as-sabirin. U zult mij vinden als iemand die geduldig is, die zich heeft overgegeven. Ik ben toch, u bent toch mijn voorbeeld. U hebt mij toch zo opgevoed. Vandaag de dag. En dit is de opvoeding, o geliefde broeders en zusters. Vul je kind met iman en vertrouwen en liefde voor Allah. Het is niet zoals sommigen die voelen zich schuldig door hun werk of wat dan ook. En vullen het kind met speelgoed, met de PlayStation, met de iPad. Niet dat het allemaal haram is, dat zeggen we absoluut niet. Maar van binnen vullen ze niks. Ze vullen de slaapkamer van een kind, maar het hart van een kind vullen ze niet. Ze vullen de zak van een kind, maar het hart van een kind vullen ze niet. En daarom krijg je zo, dat ze op een gegeven moment als ze een andere baan hebben, of misschien zelfs willen stoppen met een harame zaken die ze deden, dat het kind dan als eerste begint te zeggen, ja maar papa, waarom krijgen we dat niet meer? Waarom kunnen we niet meer zo vaak op vakantie? Waarom krijgen we dit? Iedereen heeft dit en dit. Daarom krijg je dat soort kinderen die dan inderdaad gevuld waren met een materialisme en het geloof in Allah azza wa jal dat niks doet. Hier had hij een zoon zijn kamer niet gevuld met speelgoed of met geld of zijn zak. Hier had hij zijn hart gevuld met overgave voor Allah en vond dan ook het antwoord, if'al ma tu'mar. Op dat moment zegt hij één ding. Laten we dit als mannen onderling regelen. Vertel dit niet aan mijn moeder, want je weet, vrouwen zijn zwak. Kom, we lopen weg. Kom, we lopen op een afstand, regelen we dat zelf. Ik ga liggen en doe je ding, o vader. En, subhanallah, op het moment dat hij hem wilde slachten, ze geeft hij aan, draaide hij zijn gezicht half. Hij zegt, zodat eigenlijk de ogen elkaar niet bereiken en misschien zijn vader verzwakt en dan stopt. Omdat hij weet, vaderliefde gaat ver. Dus hij draait zich op zijn zij. En op dat moment moet je eens voorstellen, Ibrahim wordt nog steeds beproefd. Hij krijgt niet nu al te horen, hij stopt maar, is niet nodig. Nee, op de moeilijkste momenten, dat het zover is, dat het hardste is, dat de beproeving het hoogste is en het ergste is, op dat moment, hij kon nu al stoppen, nee, hij snijdt. Maar Allah verandert om de van het wegen het vertrouwen en de tawakkul van zijn dienaar, verandert hij zelf zijn mes dat ineens altijd sneed en scherp was, snijdt niet meer. Hij verandert de eigenschap van de wereld voor jou. En hij, degene die dat veranderde, de mes veranderde, dat hij niet meer sneed. En het vuur veranderde, dat het niet meer verbrandde, kan voor jou echt wel een situatie veranderen, dat jij toch uit een moeilijke situatie komt die veel minder erg is vergeleken met deze beproeving. Veel minder erg en toch denk jij, wow, dit gaat nooit meer goed komen. Wow, en jij wacht, jij wilt de oplossing al van tevoren, terwijl Allah tegen jou zegt, hier een voorbeeld geeft, nee, op het laatste moment dat hij begint te snijden, op dat moment zei hij, ja Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, je vertrouwen, je bent geslaagd eigenlijk voor de test. Nee, jullie zijn geslaagd voor de test. Aslama. Ze allebei zijn ze geslaagd, zowel zoon als vader, en kregen daardoor iets terug. Wat kreeg hij terug? Hij kreeg zijn zoon terug, die mocht in leven blijven. Hij kreeg daar een ram, en niet zomaar een ram van de koning der koningen, twee. En het derde, hij kreeg de blijde tijdingen dat hij dus nog een andere zoon zou krijgen, Ishaq. Dus jij, als jij iets laat omwille van Allah, dan kan Allah azza wa jalla jou datgene het geven wat jij al wil. Het tweede, hij kan jou iets anders er geven erbij. En het derde, Allah is namelijk nog barmachtiger en nog vergevensgezinder en. Dat hij daarna zegt, niet alleen dat, ik geef jou nog iets extra's. Je had één zoon, nu heb je er twee. Terwijl jij dacht dat je op een gegeven moment geen zoon meer zou hebben. Waarom? Omdat jij vertrouwde op Allah azza wa jal. En de leerstellingen zijn er veel. Uiteindelijk zegt, en als laatste, krijgt hij dan opdracht, je bent geslaagd, roep de mensen maar op. Roep de mensen maar op. Wa addin fin nas. Bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amir.
Ibrahim, je bent klaar. Je bent geslaagd. Nu wil je die mensen echt laten aanbidden zoals jij vroeg? Nu doe de oproep maar aan de mensen dat ze allemaal deze plek moeten komen bezoeken en hajj moeten verrichten. Ik heb jou nu geleerd, ja, zelfs die plek toen jij onderweg was met jouw zoon en daar de shaitaan kwam om jou op een andere gedeelte gedachte te brengen toen jij hem begon te stenigen, zelfs dat wordt een aanbidding voor hem. De plek waar je vrouw achterliet en daar water komt, ja, die plek, die gezegende plek en dat lopen, dat wordt een aanbiddingsvorm. Dit is wat je precies moet doen. Deze Kaaba gaat er de tawaf over doen. Bid twee rak'aat daar. Daar, doe de Safa en Marwa. Daar, ga... Alles kreeg hij uitgelegd. Het enige wat jij hoeft te doen, ja Ibrahim, doe de oproep en mensen zullen naar je toe komen. Moet je eens voorstellen, Ibrahim die om zich heen kijkt en niemand ziet. En de oproep moet doen en hij zegt, hoe kan mijn stem hun allemaal bereiken in China, in Australië, in Marokko, in Turkije. Hoe kunnen zij mij allemaal horen terwijl ik in mijn eentje ben? Hij zegt, doe je ding, doe jij de oproep. Alleen al-Balagh. Wij zorgen wel dat het ergens terecht komt. En de oproep van Ibrahim die toen gedaan was, die wordt tot de dag van vandaag wederom door jou verhoord. En inshallah mogen Allah ons alle laten behoren tot zij die oproep verhoren en in die voetstappen treden en hem achterna gaan. Maar Ibrahim, je ziet dus op een gegeven moment Ya'tuka min kulli fajjin amir lopend en via voertuigen en kamelen en vliegtuigen. Al de wereld of waar dan ook op de wereld, ze zullen deze plek komen omdat jij die oproep hebt gedaan, die sunnah uit hebt gelegd en ze zullen hier naartoe komen en het zal een gezegende plek blijven. Die oproep van jou. Met andere woorden, leerstelling weer als laatste van hier. Soms doe jij een project of begin jij met iets waarvan je niet direct ziet. Wow, mashallah. Misschien heb je een te weinig opkomst, te weinig deelnemers, te weinig zaken die je niet direct ziet. Maar subhanallah, jij de eerste stap hebt gezet en Allah later, terwijl jij het niet weet, in een andere stad hebben ze hetzelfde project door jou opgenomen en daar draait het wel. En honderden mensen die daar, op een gegeven moment een ander land, miljoenen mensen die het doen. Op een gegeven moment lig jij in je graf en ze blijven het 50 jaar doen of 60 jaar werkt dat project door of dat bedrijf door of dat goede wat jij hebt gebouwd blijft door. Terwijl jij nog nooit het hebt gezien, nog nooit hebt meegemaakt, maar het... De hasanaat komen terug. Mogen Allah azawajal ons laten behoren tot zij die de voetstappen van Ibrahim alayhi salam volgen. En mogen Allah en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah azawajal ons het hajj doen bereiken. En degene die daarna verlangen en hun hart daarna verlangt. Mogen Allah azawajal ze allemaal in staat stellen om dat huis inderdaad te bezoeken voor ze hun dood. Mogen Allah azawajal ons en jullie, ons allen samen met hen de hoogste rang van het paradijs doen bereiken. Mogen Allah azawajal onze zieken genezen. Mogen Allah azawajal degene die tussen ons dwaalt, leiden. En mogen Allah azawajal die geleid is, standvastig maken. Mogen Allah azawajal ons laten terugkeren naar Allah voor onze dood. De shahada uitspreken tijdens onze dood. En in Firdaus al-A'la doen binnentreden na onze dood. Wa subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa salawatu rabbi wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimu, qumu ila salatikum.